We zijn nu in Uden en achter mij is de officiële opening van Easter voetbal dingen. Het is ontzettend leuk. Het is een hele grote organisatie. Er zijn meer dan 600 clubs, wat verspreid is over heel Nederland. En hier is echt zeg maar de hoofd. Het is dus niet alleen in Uden, maar al die andere plaatsen. Je hoort op de achtergrond van mij. Dus het is echt heel mooi dat we hierbij mogen zijn bij dit Easter Open. En het is voor de vlaggendragers. We gaan nu zo luisteren naar de volkslieden en naar de vlaggenparade kijken. Daarom, very welcome, young people, young football players from all over the world. I just saw the United States of America. Uit 15 verschillende landen, maar dit jaar ook voor teams voor het eerst uit Noorwegen, Nigeria en Mozambique zelfs. De scheidsrechters die dit weekend actief zijn, die komen uit Engeland, Duitsland en natuurlijk Nederland. We hebben zo dadelijk een woordje van burgemeester Helgers en aansluitend een woordje van organisator Tini van Gemert, waarna we zullen beginnen met de volksliederen en de vlaggenparade. Daarna zal Bibi Cool de muzikale klanken oppakken en rond 9:15 is het tijd voor de prijsuitreiking en aansluitend is er een fantastische vuurwerkshow hierachter op het grote veld. Prachtig showwerk is dat. Daarna zal BB Cool weer spelen tot ongeveer 10:30 en dan gaan we naar binnen om het feest door te zetten met een DJ in onze kantine. Rest mij om een ieder een geslaagd toernooi te wensen. En ik wil nu even het woord geven aan onze burgemeester van de gemeente Uden, burgemeester Helgers. Dankjewel, dames en heren, van harte welkom in Uden. Van harte welkom op het sportpark van UD19. Want het is weer mooi, ik stond ook hier vorig jaar, dat weer zoveel jong talent uit de hele wereld hier vandaag, morgen, het hele weekend eigenlijk, in Uden is om samen sportief bezig te zijn en we weten, sport verbroedert. De dank gaat daarom ook zeker uit naar TVG Sport, die dit iedere keer organiseert. Niet alleen in Uden, maar ook op al die andere plaatsen. En daardoor kan er in de samenwerking met UD19 zo'n mooi evenement voor ontstaan. Ik zie de vlaggendragers al klaarstaan, maar ik realiseer me dat de meesten mij niet verstaan. Daarom, very welcome, young people, young football players from all over the world. I just saw the United States of America, I saw Africa. So we are very pleased you came all from Europe and all different countries so far here to Uden to play this tournament. And I all wish you very good luck in this tournament and of course a very nice stay here in Europe. And auch herzlich willkommen für unsere Freunde aus Deutschland hier in Uden, auch ein schönes Tournament für euch. Dames en heren, ik ga de microfoon overdragen. Ik wens TVG, ik wens UDI en alle deelnemers en organisatoren een paar leuke, gezellige, mooie, sportieve dagen hier in Uden toe. Dankjewel, burgemeester. Ik doe het met papiertjes neer. Een heel goede avond iedereen en welkom op weer de 19e editie van de Easter Open. Dat betekent dus dat we volgend jaar een heus jubileum zullen gaan vieren met de 20e editie. Ook dit jaar hebben we weer gezorgd voor een mooi deelnemersveld met veel internationale teams, zoals jullie daar de vlag in zien. Zoals jullie ook al hebben gezien, spelen we dit jaar ook voor de eerste keer in het oosten van Nederland, namelijk in Gramsbergen en Coevorden. Vanaf deze plek wens ik hen en de organisatie in West ook veel succes toe. Speciaal woord van welkom aan de teams uit Zuid-Afrika en Mozambique, die met een enthousiasme wat extra glans aan het toernooi zullen gaan toevoegen. Daarnaast een woord met dank aan de gastheer, UD19 vanavond, die er samen met Gerard Willems alles aan hebben gedaan om een mooi programma voor jullie te maken. En ik hoop ook dat de spelers dadelijk enthousiast zullen deelnemen aan dit prachtige spellencircuit wat daar links uitgezet is. Als afsluiter, zoals elk jaar, natuurlijk weer een spectaculair vuurwerkshow.
rest mij niets anders meer dan iedereen een succesvol en vooral plezierig toe te wensen toernooi dit weekend. En zeker, hopelijk, met respect voor elkaar en de scheidsrechters. Good evening everyone and welcome to the 90th edition of the East Open. That means for the next year we will celebrate our 20th anniversary. We are happy to welcome over 600 teams again with many different nationalities. For the first time we will host a part of Easter Open in the east of Holland in Gramsbergen and Coevorden. From here we wish them and the organization in the west a good luck. Special welcome to the team from South Africa and Mozambique. With their enthusiasm they will surely make the tournament more lively. I would also like to say special thanks to the volunteers of UDI 19 who are together with Gerard and have organized this opening today. I hope everyone will enjoy this circuit of games and a great fireworks at the end. The only thing left to say is good luck to everyone, enjoy the games with respect for each other and the referees. Thank you. Dank u wel voor de mooie woorden, heren. We gaan nu over tot de volksliederen met de vlaggenparade. En als men klaar is, dan wil ik dat laten opstarten. We beginnen met het volkslied en met de vlaggenparade van Belgium. We are starting with Belgium. Also, Denmark. England. Now we present Finland. Present you Ireland. Represent Japan. Now we present
Mozambique. Na memória de África e do mundo, pátria bela dos Xhosaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, o sol de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, o nosso... And now, Nigeria. Present you Norway. United States of America. Wales. We present you South Africa. Welkens, goedenavond. We zijn hier in Uden. Net de opening geweest van het Easter Open. Hoe belangrijk is sport eigenlijk in Uden? Wij vinden sport buitengewoon belangrijk en daar beginnen wij al mee op de basisscholen. Wij stimuleren mensen sporten. Wij hebben ons eigen sportprogramma, sportmedewerkers van de gemeente, VOG zo gezegd. Dus dat begint heel vroeg. We hebben ook heel veel sportverenigingen in Uden. En, maar het is wel mooi dat dit Easter Open hier wordt afgetrapt.
Zeker. UDI19 is een heel actieve vereniging, grote vereniging met heel veel vrijwilligers. Ja, en dat vervult je als gemeente toch ieder jaar weer met een beetje trots dat je hier 15 nationaliteiten ziet die hier in Uden zijn, dat het allemaal georganiseerd wordt. Heel mooi. Ja. En gaat je zelf nog kijken de komende dagen? Oh, dat zou best kunnen om eens een wedstrijdje mee te pikken. Want ik geloof dat hier morgen, overmorgen, maandag ook nog zelfs volop gevoetbald wordt. Ja. En hoe is het als gastgemeente hier op te treden? Want dat moet toch geweldig zijn, zoiets? Zeker. Dat is iedere keer weer heel leuk. Want vorig jaar heb ik het ook geopend. Iedere keer weer heel leuk dat in Uden gebeurt. Zoals er overigens hier bij Uden wel meer gebeurt. Want er zijn ook interlands die hier gespeeld worden voor jongeren onder de 17 bijvoorbeeld. Dus men pakt dat hier fantastisch op en daar zijn wij trots op. Nou, we gaan nog een paar mooie dagen tegemoet en ik wens je heel veel voetbalplezier. Dankjewel hoor, daar wens ik iedereen. Kom op! Lekker lekker! Kom op! Kom op! Bas! Bas! Hier is de open. Jullie zijn elk jaar de gastclub, zeg maar. Waarom eigenlijk jullie als gastclub? Nou ja, ik denk dat wij beschikken over een gigantische groep met vrijwilligers. We hebben veel ervaring opgebouwd, ook met de kwalificatietoernooi voor de KNVB te organiseren. En ik denk dat dat eigenlijk een logische keuze is die Tini van Gemert gemaakt heeft om voor jullie te kiezen. En het toernooi wordt ook steeds groter zoals het hier georganiseerd wordt. En alle velden zijn dit weekend bezet. En het is een behoorlijke wissel op de organisatie, vrijwilligers van Unie, om dit te realiseren. Ja. Maar ook een groot spektakel, je pakt het groot aan. Ik zie een podium, ik zie straks een groot vuurwerk komt eraan. Dat is toch uniek, toch? Nou, dat is zeker uniek. Hè? Maar dat betekent ook de samenwerking met Easter Open. Hè, het is een gigantisch feest voor de jeugd. Ja, het wordt al heel erg moeilijk om grote toernooien te organiseren. En als je ziet wat hierop afkomt en dat internationaal karakter. En voor Uden is het natuurlijk mooi om op deze manier Uden mee op de kaart te zetten. Dat dit soort zaken mogelijk zijn in Uden. En jeugd, is dat nog, heeft dat nog wel zin in voetballen? Want het is allemaal gamen. Nou ja, ik denk gamen. En dat voor ons is de grootste uitdaging. Hoe krijgen we de jeugd achter de laptop en de game en PlayStation vandaan om te gaan sporten? En ik denk dat dat ook steeds belangrijker wordt. Hè, dat die kinderen toch 2 of 3 keer per week daar eens even vanaf zijn en gaan sporten. Dus wat dat betreft wordt de sportvereniging eigenlijk steeds belangrijker om dat in toom te kunnen houden. Okay, dus we gaan een paar mooie sportdagen tegemoet hier. Ja, als we nou nog geluk hebben met weer, dan komt dat helemaal goed. Oké, we gaan lekker genieten. Dank u wel. Dank u wel.